De ratingsvooruitzichten van Suriname zijn onlangs van negatief naar stabiel gewijzigd. Met Joy ten Berge van het ministerie van Financiën hebben wij een gesprek hierover. Een rating is net als een rapportkaart eigenlijk. Of eigenlijk, het is waar je zit in de klas. Dus als je in de eerste klas zit of in de tweede klas, dat is je rating. En je kan natuurlijk overgaan, dan ga je naar een andere rating. Maar gedurende het jaar krijg je een beoordeling hoe je het doet in die klas. Want laten we zeggen, Suriname is niet veranderd in de klas. We zijn nog steeds in B2, heet dat. En dat is voor landen die wel in ontwikkeling zijn, maar het toch nog een beetje moeilijk hebben. We zijn afhankelijk van de grondstoffen die we exporteren. Dus dan zijn we afhankelijk van de prijzen die we ervoor krijgen. Onze begroting is zeer afhankelijk van die inkomsten. Maar als we dat goed managen, dan gaan we gedurende het schooljaar toch wel vooruit. Dan krijgen we goede cijfers. Dus stel dat je een onvoldoende zou krijgen voor je rekenen of voor je taal, dan is dat natuurlijk niet goed. En dan zou de score zijn negatief. Maar als je het goed doet, als je vooruit gaat, dan gaat die van neutraal of eigenlijk ja, stabiel. Gaat die van negatief naar stabiel. En als je echt op het punt staat om over te stappen, dan ga je naar positief. En nu is Suriname stabiel. De rating van Suriname is gewijzigd naar stabiel. Wat houdt dat precies in? Nou, dat we het beter doen dan een tijdje terug. En ik denk een tijdje terug slaat op die economische crisis natuurlijk. Toen we ook nog wat inflatie hadden. Toen de overheid een groter tekort had. Toen de schulden van Suriname hoger waren. Want die zijn op de terugweg. Dat weten een heleboel mensen misschien niet. Maar ze zijn op de terugweg omdat we de dure schulden hebben afgelost. En de goedkopere overhouden. En daar betalen we ook minder op. En we zetten die schulden ook in om de groei verder te bevorderen. Wat betekent dit voor onze economie? Nou, dat betekent in ieder geval dat die onafhankelijke beoordelaar, zoals die Moody's, hier is komen vaststellen aan de hand van gesprekken met organisaties, bedrijven en het bestuderen van het cijfermateriaal. Dat ze hebben vastgesteld dat we veel meer wegtrekken uit de gevarenzone en het beter doen. Dat betekent ook dat de buitenlandse investeerders meer vertrouwen in Suriname zullen hebben. Dat betekent het zeker. Dus we kunnen meer investeerders verwachten na deze rating? Ja, we kunnen zeker meer investeerders verwachten, maar vaak is je leningskost zelfs ook beter dan. Omdat ze weten van de vooruitzichten zijn stabiliserend, ze zijn aan het verbeteren. Dus als we geld zetten, hebben we meer kans dat dat geld goed besteed wordt en dat daardoor dat land het ook kan terugbetalen. Wat voor soort bedrijf is Moody's? Moody's is een onafhankelijke rating agency. Zij zijn dus expert in het onderzoeken van de gezondheid van een economie. Ze hebben daartoe een heel instrumentarium, dus ze letten op een aantal dingen. Het zijn financiële deskundigen, om het zo te zeggen. Ze hebben ervaring in heel wat andere landen. Dus ze komen echt niet zomaar en zeggen voor Suriname dit of voor een ander land dat. Ze houden zich aan standaarden. Dus het is niet zo dat er mensen van de regering in die organisatie zitten? Nee, helemaal niet. Moody's is een internationaal bureau en ze gaan naar meer landen dan Suriname. We zijn niet de enige. En het zijn onafhankelijke deskundigen. Ze moeten dat garanderen voor elk land waar ze naartoe gaan. Want anders zou een ander land dat ook niet prettig vinden dat er Surinamers daar een rating voor Suriname komen bepalen en dan voor hun misschien een andere rating. Dat zou niet kloppen.